Hartelijk welkom bij In Goed Gezelschap, het programma waarbij alles wordt geïmproviseerd. Vanavond spelen we met Georgina Verbaan. Sarah Kroos. Pieter Derks. Jurgen Rijman. En Fabian Jansen. Ik ben Klaas van der Eerden. Ik ben je presentator en vliegende kiep. Volgens mij... Vliegende kiep, niet kip, kiep. Ja. Volgens mij is alles duidelijk. Laten we gewoon meteen beginnen met het eerste spel. Ik heb 10 woorden uit het publiek gekregen. De andere spelers komen zometeen in morend tempo bij mij aan het desk. Ze krijgen steeds 1 van deze woorden en spelen een korte scène met me. Tot ik weer volgende roep. Volgende. Pannenkoek. Pannenkoek? Je bent zelf een pannenkoek. Hoezo dan? Nou ja, je hebt stroop over je hele lijf. Al het spek hier. Dat lijkt wel een pannenkoek. Volgende. Zwemmen. Zwemmen? Ja, ik kan niet zwemmen. Ik heb het geprobeerd, maar ik heb van die platvoeten. En dat blijkt dus als je dan de schoolslag doet, dat je dan niet echt goed vooruit komt. Nee, maar je moet als een eend, hè, met die platvoeten. Dat... Ja, die kant op. Volgende. Theezakje. Nou, zo erg is het niet. Maar denkt u dat er nog wat aan te doen valt? Denk het niet. Volgende. Baaiers. 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 Zo. Zo, dus jij bent nieuw hier. Ja. Wat heb je gedaan dan? Ja, ik had snoepie gejat bij de supermarkt. Oh. En denk je dat jij nu zomaar hier bij mij in mijn celletje mag komen zitten? Nou, ik wilde eigenlijk in een ander celletje, maar... Lijkt me heel verstandig. Ja. Ga één celletje verder kijken. Ja, volgende cel. Maxima. Willem? Ja? We moeten praten. Steeds als jij naast me loopt, heb ik het idee... dat de mensen toch meer naar mij kijken... Wil je... Ik weet niet wat ik moet zeggen. Jij souffleert toch altijd voor mij? Oh. Je hebt gelijk, schat. Je hebt gelijk, schat. Dank je. Volgende. Dansen. Dansen. Daarom wilde ik je dus vragen... Wil jij met mij gaan dansen? Ja. Want... Dat is goed. Oké. Nee, ik bedoel de klassiek. Ik bedoelde meer van gewoon de wals of de foxtrot. En, Oh nee, volgende. Oh, hij zit heel strak. Ja. Ik weet het. Volgende. Stewardess. Ja, oké. Okay. Ja, komt u maar. Ja. Ja, oh, stop. Oh, momentje. Oh, nee, dit is niet volgens de voorschriften. Nee, zitten. Uit. Die telefoon. Uit. Nu, uit. Uit, klootzak. Uit, we starten neer. Heb je geen idee hoe dit alles gaat lopen verstieren, hè? En dan kan ik jou geen martini komen brengen. Nee. Uit dat ding. Volgende! Spiraaltje. Sorry. Hij is eruit gevallen. Ja? Ik had het ook niet verwacht. Nee. Nou, dan zal ik hem maar weer even instoppen, denk ik, hè? Volgende. Lolly. Jurgen heeft online een importbruidje gekocht, maar hij wil haar niet meer. Herkenbaar of niet? Klopt. Klopt, ja. Hij weet alleen niet uit welk land ze komt en wat het probleem is. Sarah is van de datingwebsite en helpt Jurgen om te raden wat hij nou eigenlijk terug kon brengen. Oké.
Goeiedag. Goeiedag, hallo. Ja, nou, u heeft mij een bruid geleverd. De buurt kan er wel om lachen, maar ik ben er niet zo blij mee. Nee. Oké, okay, want het was toch, hè? Less is more, toch? Ja, dat dacht ik ook, less is more. Maar hoe je het ook draait of keert... als ik een bruid bestel via zo'n site... dan hoop ik op de een of andere manier dat ze mij ook leuk vindt. Ja? U draait en keert er. Ja, u kunt ook met de rollen, hè? Kan ik ook met de rollen? Ja, u kunt rollen, de straat door. Oh, dat hebben ze nooit gezegd. Ja. Ja. Oh, dat mag dus. Ja, dat mag. Ja, dat stond niet in de routebeschrijving. Tenminste, of in de handleiding. Stond er niet, nee. De handleiding. Nee. Nee, nee, het mag, het mag. Ja. Maar wat is het, u houdt er niet van? Nou, ik had er gewoon meer van verwacht, weet je. Nog meer? Ja, nog heel veel meer. Ik ben nogal veel eisend, laat me het zo stellen. We hebben één versie, die is meer. Maar die moeten we wel met een speciale cargo vervoeren. Maar deze is al behoorlijk... Ja? Dit is toch al de... Ja, wel een grootste maat. Groter dit hebben jullie niet. Ja, eentje groter. Maar u wilt groter? Het allergrootste. Echt waar? Absoluut, wat ja. Wat doet u er dan mee? Ja, nou, ik bedoel, ik heb een wijnbedrijf. En ik heb toch iemand nodig om de druiven te stampen. Ja. Nou. Die wijn zal goed zwaar vallen dan. Ja, dat denk ik ook. Absoluut, ja, dat gebeurt wel. Maar heeft u ook een beetje problemen met de communicatie. De communicatie die gaat heel moeilijk, ja. Ik heb toch het idee dat ze niet echt begrijpt... wanneer ik iets gewoon in het oer-Nederlands zeg... dan krijg ik een soort van kataaltje wat ik geen idee heb waar dat uitkomt. Dat moet ik eerlijk zeggen, ja. En maar rauwe vis eten. En maar rauwe vis, dat hebben ze ook nog, ja. Ja, god, dat vind ik zo vervelend, weet je. En ja, de broer is een ninja, dus die komt ook af en toe op bezoek. Dan heb je dat ook weer erbij. Weet je, dat is zo lullig. En ik heb nog zo gevraagd, ik wil alles hebben. Ja. Ik vind alles prima, maar ik wil geen zwaarlijvige Japanse. Maar dat leef je me dan toch. Oh. Jij bent echt te goed. Jij bent gewoon te goed in dit spelletje. Foute versiertrucs, we kennen ze allemaal. En zeker Fabian, toch? Zeker. Je mag namelijk in het midden gaan staan. Alle spelers gaan namelijk Fabian proberen te versieren. We hebben alleen nog een locatie nodig waar we hem gaan versieren. Harde kern van Ajax. Harde kern van Ajax, dat vind ik mooi. Ja, gaan we meteen doen. Bioscoop en? Parkeergarage en ziekenhuis, hoor ik, toch? Ziekenhuis? Ja, parkeergarage. We beginnen bij de harde kern van Ajax. Hey, wil je scoren? Hey, luister even. Daar hebben ze één bal. Ik heb er twee. Uit! 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 Uit die kant! Hey. Kijk dan! Hey, heb je zin in de inschuivende middenvelder? Doe jij dat met de punt naar voren of naar achteren? Wat jij wil, jongen, wat jij wil. Paul! Volgende locatie. De parkeergarage. Hey, zal ik er nog even lekker achterwaarts in steken? Hey. Weet je of voor die NP staat achter jou? Nee. Negers parkeren. Nog een slagboom. Je weet dat parkeerkosten aftrekbaar zijn, hè? Oké. Volgende locatie, ziekenhuis. Zal ik even toucheren? Dat is goed. Snijd deze even dicht. Is dit de eerste hulp? Oh, ik heb dringend hulp nodig. Ja. Wat kan ik doen? Ik heb een gebroken hart. Ach, meisje. Fabian is de barman en hij krijgt twee mensen in zijn bar die je niet snel samen zal verwachten. Georgina en Pieter spelen dit duo en Fabian moet raden wie het zijn. Ja, aan jou de eer. Voorkeur? Ja. Ja, is goed. Ja. Hey, een hele goede avond, wat mag het zijn? Hallo.
Thee. Thee. Ja, doe mij maar even gewoon lekker frissie of zo. Een frissie? Ja. Oké, een theetje en een frissie. Fris en de thee. Hè? Oh. Oh, auw. Ja, sorry. Ai, 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 ai. Zware dag gehad? Zware dag gehad? Nou, ja. Ik zit er even helemaal doorheen. Ja. Heb je een magneet onder de bar liggen toevallig? Ja. Ik heb er eigenlijk de kracht niet voor, maar momentje. Ja. Ja! Oh. Zal ik hem... Wacht, ik geef hem aan, dan... Oh, wacht, wat is dit nou? Sorry. Ja, sorry, er liggen nog wel eens wat dingetjes. Sorry, dat had ik even moeten opruimen. Oh. Ja. Smaakt het de thee? Lovely. Lovely. Well, that's quite nice, isn't it? A nice cup of tea. Hé, hey, maar dat jij hier nog staat. Ja, ik vind het toch knap. No one melts me, baby. Nee. Ja, nee. Maar, ja, Margaret, als jij een... klontje suiker in de thee erbij wilt, dan kan dat, hoor. No, that's too expensive for me. Oh. En de fris, wil je er nog eentje? Of misschien een sterker drankje? Ja, nee, doe maar gewoon nog een coke. Ja, lekker. Cola bedoel je? Ja, sorry. Coca-Cola. Ja, lekker. Ja. Of iets anders. Pepsi. Oh, ja. Heerlijk. I really hated your last show. It was so working class. Blech. Ja, ja. Nou, en ik wil het toch wel even hebben over wat je aan hebt. Draai eens even om. Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Nee. Hé, hey, waar is je vriend? Waar is je partner? Ja, die zit bij SBS. Ja. Is hij naar SBS gegaan? Ja, en nooit meer teruggezien. Nee. Ah, wat vervelend, ja. Gordon. Ja. We spelen met z'n allen, dus ik ook. Geef eens hier. In deze kist zitten voor ons onbekende voorwerpen. En zodra je geef eens hier zegt, dan mag je iets met deze voorwerpen gaan doen. Clarice. Hallo. Waar komen jullie planeet overnemen? Ja. Nee. Volgens mij worden we bespioneerd. Ja. Maar gelukkig heb ik een alu-hoedje op. Ons pakken ze niet. Nee. Oh. De missie naar Mali gaat met zo weinig mogelijk budget. Meneer de psychiater, er is iets mis met mijn geheugen. Ik weet niet. Pieter en Georgina spelen een heerlijke soapserie. Zou ik een duidelijk soapprobleem mogen horen? Het is een broer en zus.
Ze hebben een relatie en het blijken broer en zus te zijn. Broer en zus vermoorden elkaar. Ik hou bij die relatie, hou ik het. Wanneer Pieter en Georgina het niet meer weten, zullen zij gaan zingen. Op Krijg toch allemaal de kleren van Danny de Munk. Begeleid door Sarah op piano. Ach, duifje, daar ben je. Hey, oh, het was het heerlijk vannacht. Oh. Echt? Oh, wat jij doet, het voelt zo vertrouwd. Ja, ja. Ik weet niet, het is gewoon alsof ik... Ja, het voelt zo... Ja, het voelt zo goed dat het bijna fout voelt. Ik weet niet. Liefje? Ja. Wat is er? Je kijkt wat geconstipeerd. Er zit me ook iets behoorlijk dwars. Oké. Okay. Ik vind het heel moeilijk om dit te vertellen. Ik wil niet stuk maken wat we hebben. Je wil iets stuk maken? Ja, nee, als je zegt ik wil niet iets stuk maken, dan wil je dus iets stuk maken. Nee, ik wil niks stuk maken, maar onze band... Ja? Gaat nog veel dieper dan ik al die jaren al had gedacht. Elke kerst, dan gaan we naar mijn ouders, daarna die van jou. Ja. En dat is dan elke keer bij hetzelfde huis. Dat dacht je nooit, hoe kan dat nou? Nou, eigenlijk niet, want ik ben niet zo goed met richtingen en, nou ja, gezichten. Het is me nooit echt opgevallen. Nou ja. We hebben wel dezelfde nichten. Zou het misschien kunnen dat we broer en zus zijn? Oh. Dat we komen van dezelfde pa. En dat we ook zijn gekropen uit hetzelfde gat. Oh. Wie doet ons nou zoiets vreselijks? Sarah en Georgina hebben een heerlijk roddelprogramma. Ik zou graag een verzonnen roddel uit showbizland willen. Maxima zwanger van een zesling. Maxima zwanger van een zesling? Wat zeg je? Van Mark Rutte. Van Mark Rutte. Dat is een goeie. Okay. Maxima zwanger van een zesling van Mark Rutte. Succes! Hey, daar ben je weer. Fijn dat je kijkt naar Showbizland. Vandaag is er een sappige roddel over de koningin en haar minnaar. Mark Rutte is een grote, onbehaaglijke man die dus zomaar met zijn dienaar en dienares, nee, toch niet zo iemand, en zijn zus naar de paleizen ging van Soestdijk. Ja. Daar heeft hij Maxima tegen het bordes gezet. En haar krachtig bezwangerd van een zesling. Zes echte baby's in haar buik. Niet een kleine beer, maar echte baby's! Ja. Kom! Kom! Ja, daar! Daar! Nog! Maar! Eens! Om! Er is ook een gerucht dat Willem Nijholt dit is de Noise of Holland. Alle spelers gaan op een rij staan. En ik ga er ook bij staan. We horen straks een geluid. En zodra we dat geluid horen, moeten we daar direct op reageren. Duidelijk toch?
Is het spiraaltje nou weer gevallen? Sorry. Kom van dat dak af. Oh. Ja. Ja. Nee, koeien. Koeien. Hoe heette dat nummer 39 gerecht nou precies? Koeien. Ja. Ah. Dat bedoelde ik niet met zuigen, schat. Hans Klok. Heb je mijn nieuwe elektrische Harley al gehoord? Fabian is de dove DJ. Hij hoort deze Nederlandse hits niet. En misschien is dat soms maar goed ook. Maar gelukkig worden ze beeldschoon uitgebeeld door de andere spelers. Start de plaat. Ik voel alleen het bloeden. Het bloeden van mijn hart. Het Bloedend hart, de dijk. Ja! Ja. Woe. Woe. Eén keer. Georgina. Ja. Start de plaat. Ik heb het zelf ook niet verstaan. Dus... Oké. Kippen, iets met ja. Kippen. Ja! Kan, wie zal het zeggen? Vogeltjes. Oh, kuikentjes. Oh, is het niet dat... Maar zingen ze een Zwarte Piet? Zingen ze niet Zwarte Piet? Nee, dat is... Ik dacht, dit is een Zwarte Piet protestlied, dacht ik. Zwarte Piet. Nee, oké. Okay. Heb ik hem nou al? Kuikentje Piep. Oh, Kuikentje Piep. Oké, okay. Jee. Van Portino Pio. Weet ik. Nou, goed. Ja, ik kom eraan. Ja. Nooit gehoord. Start de plaats. Oké, ik weet het soms beter. Iets met geboren, want het was heel vaak. Ja. Ik doe zo mijn best. Ja, dat is echt. Ik doe zo mijn best. Ja, ik ben nieuw hier, hè. Geef me een minuut. Nee, het is van Sarah geen geboorte, dat is een piemel. Goed, piemel, jij en ik.
En Georgina en ik. Nou ja, ja, piemel, piemel, jij en ik en Georgina. Ja, als dat het is, dan is het mannenharten. Ja! We spelen Ik maak het uit op één letter. Georgina en Sarah, die gaan beginnen. Ze moeten iedere nieuwe zin beginnen met een letter uit het alfabet. Heb je ook letters buiten het alfabet? Maar goed. Doen ze dat niet of wachten ze te lang? Dan ben je af. Ik zou graag een letter willen. B. B, de B van Bernard. En een locatie, dat is ook wel handig. Een AIDS-kliniek. Een AIDS-kliniek, ja. Gezellig. Dat is goed voor de humor. Je komt hier net vandaan. Ja. Of, is dat gezellig? Nee, iets gezelligers misschien. Wat dan? Bovenop de Eiffeltoren met de letter B van Bernard. Bovenop de Eiffeltoren. Dat vind ik zo romantisch van je. Oh, bang. Ik ben heel erg bang. Bernadette. Ik ben bang dat ik ook even met je moet praten. Bianca, vind je dit nou echt de juiste locatie? Blasé misschien, bovenop de Eiffeltoren, maar... ja. Ik was anders bang dat je weg zou rennen voor het gesprek. Ben je nu niet bang dat ik naar beneden donder? Of spring? Beloof je dat niet te doen? Ben je... Oh. Bonjour! Bonjour! Breng het nou niet op een ander onderwerp. Je weet heel goed waarom ik met je wil praten. Daarna kwam voorbij. Ik kon niet anders dan zwaaien. Sorry. Pasta. Het gaat over haar. Brigitte Bijou. Brigitte Bijou. Ben je nou helemaal van de pot gerukt? Dat je nu durft Brigitte Bijou de naam durft te noemen, waar ik erbij sta. Een andere letter. Een nieuwe letter. K. De K. De V. K. We gaan de K doen, Klaas. Mooi. Koning, ik werd verzocht door de koningin om u bij deze iets moeilijks mee te delen. Klootzak, dat meen je niet. Niet bovenop de Eiffeltoren. Kan ik weinig aan doen? Het is mij opgedragen door de koningin. Collere. Kan het iets minder met die taal? Hè? Kan wel. Maar als je... Krijg nou wat. Je bent gewoon krankzinnig. Oh, jammer. Nieuwe letter. De J van Joris. Joris, die is pas krankzinnig. Dank je. Jeremiëren, zeuren, zuigen. Dat kan je heel goed en raar doen. Jij weet dat ik het uitmaak met je. Jammer. Het wordt weer spannend voor het publiek, want we hebben lukraak wat jassen van het publiek gepakt uit de garderobe. Ja, Fabian en Jurgen die mogen allebei een jas aan gaan doen. Pak maar een jas. De kleinste. Weet je het zeker? Weet je het zeker? Jullie mogen even met je rug naar het publiek gaan staan. Ik ben even benieuwd, van wie is de rode jas? Je wil me heel terug. En de bruine jas? Ja. Ja. Blij mee? Ja, heel blij mee. Hartstikke goed. Ze gaan een blind date spelen, geïnspireerd op deze jassen. Hé, hey, roodkapje. Ken je me nog? Nee, niet echt. We hebben afgesproken online. Wall of 69. Dat ben jij. Dat ben ik, Poppy. Wauw. Ik wist niet dat je zoveel vlees op je bot had. Nee. Wat ga je doen? Nou, ik... Ik heb OV-tje. Oh, cool. Cool. Nee, ik ben met de Porsche. Met de Porsche? Ja. Ik kan maar weer even een beetje lippenstift zetten voor dat. Geen enkel probleem. Alleen is het geen lippenstift, maar
Lipgloss. Wat is het? Wat is het? Of is het voor je nagels? Ja, nog een keer. Ja. Het is zo dat het niet op je tanden komt. Oh. Is het goed zo? Kan ik ermee door? Nee, ik ga naar je oma. Miem, waar is mijn feestneus? Ik ga een film of een filmscène mimen voor Fabian. Jij bent als eerste. En die weer voor de volgende en de volgende. Alle spelers mogen omdraaien. Ja, muziek op. Niemand hoort wat. Heel goed. Ik wil, ja, ik zou graag een film willen horen. Titanic. The Bodyguard. The Bodyguard. Terminator. The Bodyguard. Oh ja, ik moet daar aantikken, anders hoor ze niet. Yes. Oh yeah, oh yeah, sing it, yeah. I will live without you. Can geen idee. Je denkt dat jullie dit zitten. Welke film? The Bodyguard. Dit was In Goed Gezelschap met Georgina Verbaan. Sarah Kroos. Pieter Derks. Jurgen Ruijman. Fabian Jansen. En mijn naam is Klaas van der Heerden. En je weet het, hè? Niet staat vast. Tot de volgende keer. Ja. Nee. Nee. Volgens mij worden we bespioneerd. Ja. Maar gelukkig heb ik een alu-hoedje op. Ons pakken ze niet. Nee. Oh.
De missie naar Mali gaat met zo weinig mogelijk budget. Meneer de psychiater, er is iets mis met mijn geheugen. Ik weet niet. Als ik even vanaf de camping, als ik even ze helemaal, dus niet vergeten dat er allemaal zuiver zullen kunnen. En dan allemaal, dan geef ik daar een oordeel. Tot zo. Pieter en Georgina spelen een heerlijke soapserie. Zou ik een duidelijk soapprobleem mogen horen? Het is een broer en zus. Ze hebben een relatie en het blijken broer en zus te zijn. Broer en zus vermoorden elkaar. Ik hou bij die relatie, hou ik het. Sorry. Wanneer Pieter en Georgina het niet meer weten, zullen zij gaan zingen. Op Krijg toch allemaal de kleren van Danny de Munk, begeleid door Sarah op piano. Ach, duifje, daar ben je. Hey, oh, dat was het heerlijk vannacht. Echt? Oh, wat jij doet, het voelt zo vertrouwd. Ja, ja. Ik weet niet, het is gewoon alsof ik... Ja, het voelt zo... Ja, het voelt zo goed dat het bijna fout voelt. Ik weet niet. Liefje? Ja. Wat is er? Je kijkt wat geconstipeerd. Er zit me ook iets behoorlijk dwars. Oké. Okay. Ik vind het heel moeilijk om dit te vertellen. Ik wil niet stuk maken wat we hebben. Je wil iets stuk maken? Twee mensen in zijn bar die je niet snel samen zal verwachten. Georgina en Pieter spelen dit duo. En Fabian moet raden wie het zijn. Ja, aan jou de eer. Voorkeur? Ja. Ja, is goed, ja. Hey, een hele goede avond, wat mag het zijn? Hallo. Thee. Ja, doe mij maar even gewoon lekker een frissie of zo. Een frissie? Ja. Oké, een theetje en een frissie. Fris en de thee. Hé? Au, auw. Ja, sorry. Ai, 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 ai. Zware dag gehad? Zware dag gehad? Nou, ja, ik zit er even helemaal doorheen, ja. Heb je een magneet onder de bar liggen, toevallig? Ja. Ja, ik heb er eigenlijk de kracht niet voor, maar momentje, ja. Nog even. Zal ik hem, wacht, ik geef hem aan, dan... Wacht, wat is dit nou? Sorry. Ja, sorry, er liggen nog wel eens wat dingetjes. Sorry, dat had ik even moeten opruimen. Oh. Ja. Smaakt het de thee? Lovely. Lovely. Well, that's quite nice, isn't it? A nice cup of tea. Hey, maar dat jij hier nog staat. Ja, ik vind het toch knap. No one melts me, baby. Nee. Ja, nee. Maar, ja, Margaret, als jij een... Als je een klontje suiker in de thee erbij wilt, dan kan dat, hoor. Ja, that's too expensive for me. Oh. En de fris, wil je er nog eentje? Of misschien een sterker drankje? Ja, nee, doe maar gewoon nog een coke. Ja, lekker. Cola bedoel je? Ja, sorry. Coca-Cola. Ja, lekker. Ja. Of iets anders. Pepsi. Oh, ja.
Heerlijk. I really hated your last show. It was so working class. Blech. Ja, ja. Nou, en ik wil het nog wel even hebben over wat je aan hebt. Draai eens even om. Dit kan toch niet? Nee, dat kan niet. Nee, nee, nee. Hé, hey, waar is je, waar is je vriend? Waar is je vriend? Waar is je partner? Ja, dat, ja die zit bij SBS. Ja. Is hij naar SBS gegaan? Toch? Ja, en nooit meer teruggezien. Nee. Ah, wat vervelend, ja. Gordon. Ja. We spelen met z'n allen, dus ik ook. Geef eens hier. In deze kist zitten voor ons onbekende voorwerpen. En zodra je geef eens hier zegt, dan mag je iets met deze voorwerpen gaan doen. Clarice. Hallo. Waar komen jullie planeet overnemen? Dat is goed. Oké. Okay. Nee, ik bedoel de klassiek van... Ik bedoel de meer van gewoon de wals of de foxtrot en... Oh nee, volgende. Oh, hij zit heel strak. Ja. Ik weet het. Volgende. stewardess. Ja, oké. Okay. Ja, komt u maar. Ja. Ja. Oh, stop. Oh, momentje. Oh, nee, dit is niet volgens de voorschriften. Nee, zitten, 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 zitten. Uit, 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 uit. Die telefoon. Uit, uit, uit. Nu, uit. Uit, klootzak. Uit, we starten neer. We starten neer. Het is nee. Hoe dit alles gaat lopen verstieren, hè? En dan kan ik jou geen martini komen brengen. Nee, nee, nee. Uit dat ding. Volgende! Spiraaltje. Sorry. Hij is eruit gevallen. Ja? Ik had het ook niet verwacht. Nee. Nou, dan zal ik hem er maar weer even instoppen, denk ik, hè? Volgende. Lolly. Jurgen heeft online een importbruidje gekocht, maar hij wil haar niet meer. Herkenbaar of niet? Klopt. Klopt, ja. Hij weet alleen niet uit welk land ze komt en wat het probleem is. Sarah is van de datingwebsite en helpt Jurgen om te raden wat hij nou eigenlijk terug kon brengen. Oké. Goeiedag. Goeiedag, hallo. Ja, nou, u heeft mij een bruid geleverd. De buurt kan er wel om lachen, maar ik ben er niet zo blij mee. Nee. Oké, okay, want het was toch, hè? Less is more, toch? Ja, dat dacht ik ook, less is more. Maar hoe je het ook draait of keert... als ik een bruid bestel via zo'n site... dan hoop ik op de een of andere manier dat ze mij ook leuk vindt. Ja, u draait en keert er. Ja, u kunt ook met de rollen, hè? Kan ik ook met de rollen? Ja, u kunt de rollen, de straat door... Oh, dat hebben ze nooit gezegd. Ja. Ja. Oh, dat mag dus. Ja, dat mag. Ja, dat stond niet in de routebeschrijving. Tenminste, of in de handleiding. Stond er niet. Nee. De handleiding. Nee. Nee, nee, het mag. Het mag. Ja. Maar wat is het? U houdt er niet van? Nou, ik had er gewoon meer van verwacht, weet je. Nog meer? Ja, nog heel veel meer. Ik ben nogal veel eisend, laat me het zo zeggen. We hebben één versie, die is meer. Maar die moeten we wel met een speciale cargo vervoeren. Maar deze is al behoorlijk... Ja? Dit is toch al de... Ja, wel één na grootste maat. Groter dit hebben jullie niet. Ja, eentje groter. Maar u wilt groter? Het allergrootste. Echt waar? Absoluut, wat ja. Wat doet u er dan mee? Ja, nou, ik bedoel, ik heb een wijnbedrijf. En ik heb toch iemand nodig om de druiven te stampen. Ja. Nou. Die wijn zal goed. Welkom bij In Goed Gezelschap, het programma waarbij alles wordt geïmproviseerd. Vanavond spelen we met Georgina Verbaan. Yeah.
Sarah Kroos. Oh. Pieter Derks. Jurgen Ruijman. En Fabian Jansen. Ik ben Klaas van der Eerden. Ik ben je presentator en vliegende kiep. Volgens mij... Vliegende kiep, niet kip, kiep. Ja. Volgens mij is alles duidelijk. Laten we gewoon meteen beginnen met het eerste spel. Ik heb 10 woorden uit het publiek gekregen. De andere spelers komen zo meteen in moordend tempo bij mij aan het desk. Ze krijgen steeds 1 van deze woorden en spelen een korte scène met me. Tot ik weer volgende roep. Volgende. Pannenkoek. Pannenkoek? Je bent zelf een pannenkoek. Hoezo dan? Nou ja, je hebt stroop over je hele lijf. Al het spek hier. Dat lijkt wel een pannenkoek. Volgende. Zwemmen. Zwemmen? Ja, ik kan niet zwemmen. Ik heb het geprobeerd, maar ik heb van die platvoeten. En dat blijkt dus als je dan de schoolslag doet, dat je dan niet echt goed vooruit komt. Nee, maar je moet als een eend, hè, met die platvoeten. Dat... Ja, die kant op. Volgende. Theezakje. Nou, zo erg is het niet. Maar denkt u dat er nog wat aan te doen valt? Denk het niet. Volgende. Baaiers. 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 Zo. Zo, dus jij bent nieuw hier. Ja. Wat heb je gedaan dan? Ja, ik had snoepie gejat bij de supermarkt. Oh. En denk je dat jij nu zomaar hier bij mij in mijn celletje mag komen zitten? Nou, ik wilde eigenlijk in een ander celletje, maar... Lijkt me heel verstandig. Ja. Ga 1 celletje verder kijken. Ja, volgende cel. Ja. Maxima. Willem? Ja? We moeten praten. Steeds als jij naast me loopt, heb ik het idee... dat de mensen toch meer naar mij kijken... Wil je... Ik weet niet wat ik moet zeggen. Jij souffleert toch altijd voor mij? Oh, je hebt gelijk, schat. Je hebt gelijk, schat. Dank je. Volgende. Dansen. Dansen. Daarom wilde ik je dus vragen... wil jij met mij gaan dansen? Ja. Moet zwaar vallen dan. Ja, dat denk ik ook. Absoluut, ja, dat gebeurt wel. Maar heeft u ook een beetje problemen met de communicatie. De communicatie die gaat heel moeilijk, ja. Ik heb toch het idee dat ze niet echt begrijpt... wanneer ik iets gewoon in het oer-Nederlands zeg... dan krijg ik een soort van taaltje wat ik geen idee heb waar dat uitkomt. Dat moet ik eerlijk zeggen, ja. En maar rauwe vis eten. En maar rauwe vis, dat hebben ze ook nog, ja. Ja, god, dat vind ik zo vervelend, weet je. En ja, de broer is een ninja, dus die komt ook af en toe op bezoek, hè. Dan heb je dat ook weer erbij. Weet je, dat is zo lullig. En ik heb nog zo gevraagd, ik wil alles hebben. Ja. Ik vind alles prima, maar ik wil geen zwaarlevige Japanse. Maar dat lever je me dan toch. Oh. Jij bent echt te goed. Jij bent gewoon te goed in dit spelletje. Foute versiertrucs, we kennen ze allemaal. En zeker Fabian, toch? Zeker. Je mag namelijk in het midden gaan staan. Alle spelers gaan namelijk Fabian proberen te versieren. We hebben alleen nog een locatie nodig waar we hem gaan versieren. Harde kern van Ajax. Harde kern van Ajax, dat vind ik mooi. Ja, gaan we meteen doen. Bioscoop en? Parkeergarage en ziekenhuis, hoor ik, toch? Ziekenhuis? Ja, parkeergarage. We beginnen bij de harde kern van Ajax. Hey, wil je scoren? Hey, luister even. Daar hebben ze 1 bal. Ik heb er 2. Kat! Kat! Hey! Hey, die kant! Hey. Kat dan! Hey, heb je zin in een inschuivende middenvelder? Doe jij dat met de punt naar voren of naar achteren? Wat jij wil, jongen. Wat jij wil. Paul! Volgende locatie. De parkeergarage. Hey, zal ik er nog even lekker achterwaarts in steken?
Weet je of voor die NP staat achter jou? Nee. Negers parkeren. Nog een slagboom. Je weet dat parkeerkosten aftrekbaar zijn, hè? Oké. Volgende locatie, ziekenhuis. Zal ik even toucheren? Dat is goed. Snij deze even dicht. Is dit de eerste hulp? Oh, ik heb dringend hulp nodig. Ja, ja, ja. Wat kan ik doen? Ik heb een gebroken hart. Ach, meisje. Fabian is de barman en hij krijgt